En dan moet ik het nu doen voor als die video dan online komt. Althans, als ze die 25.000 duimpjes hebben achtergelaten. Hoeveel duimpjes? 25.000. Gaat het? Ja, wat dan? 20 kilo, hè? Nou, daar komt hij, jongens. Daar gaat hij. Yo kijkers en welkom bij de allereerste aflevering van Timo die bij de vuilnisbak. Nee, natuurlijk niet. We gaan gewoon weer lekker magneetvissen. Het is wel stervenskoud, maar ik ga jullie laten zien wat jullie in de toekomst van mij kunnen verwachten van Timo die bij de vuilnisbak. Oh, het is echt koud zeg. Kijk dit, kijk eens. Ja, we hebben al een hele mooie fruitschaal. Die levert zeker 2 euro op. Nou, en een koffiezetapparaat. Kijk dit! Of dat is geen koffiezetapparaat. Nee man. De stekker zit erin. Het is een soort subwoofer. Ja man. De schroefjes zijn wel een beetje geroest. We gaan kijken of die het doet. En wat zal de prijs hiervan zijn? Laat het even weten in de reacties wat jullie gaan denken wat die gaat opleveren. Een vrachtwagen. En niet zomaar een vrachtwagen met een ijzeren kiepbak en een hoop stof erop, baba. Maar ja, dat is ook wel een leukertje, die kan ook wel centjes opleveren. Een kinderzitje, die laten we wel gewoon staan, want daar gaan we niet eens de moeite aan doen. En kom maar eens even kijken, wat toen gebeurde het. Een matras. Ik kan weer lekker liggen. Nee, natuurlijk niet. Kijk dit, kijk eens. Een Dyson. Ja, ik hoop echt dat die het nog doet. Ik ben bang van niet, want anders legt hij niet bij de container. Dat zijn hele dure... Ja, dit is een stofzuiger toch? Of een of andere cleaner. Volgens mij is dit een cleaner of zo. Of een stofzuiger. Hebben jullie een idee wat dit is? De Dyson V6 Marches. Laat het dan even in de comments achter. Ja. Dan een gun, hè? Okay. Gaan we een gun vinden vandaag? Leg op dat ding. Leg op dat ding. Nee, dat gaat niet nu. Nee. Jopie, dat is voor jou. Hey, Jopie is er ook bij. Goed dat je erbij bent. Goedemorgen. Luf. Oh, oh, er legt nog meer. Dan leg ook een t-shirt met wat erop. Stress. Nou, kijk dit. Dat is wel lauw. Stress doesn't really go with my outfit. Te erg. Ja, dezelfde. Te erg. Van de Primark, een M. En dit is een XL. Nou, heb je een M'tje? Nee, pas maar waar. Hoi. Ja, ik heb wel XL. Misschien als iets aan elkaar, hè? Ja. Wat zei je dat je had? Ik heb XL. Dus deze pas ik. Maar ja, die ga ik zeker niet passen of aandoen. We gaan lekker magneetvissen. Kijk verder. Jokie. Yes! Ik heb niet je Vespa, maar ik heb wel... Oh, er vallen allemaal spullen uit, man. Oh, het is allemaal... Hè? Gereedschap of zo. Hè? Wat is dit dan? Moet je kijken, dat is helemaal bij elkaar gekoekt. Een tang. Ja man, allemaal gereedschap hé. Kijk eens. In een box. Abba. En het komt allemaal los. Kikken man. Echt wel een goed begin. Kijk eens. Waterpomp tang. Hey, it's a knife. Een aardappelschel mesje is ook een mesje. Super vet. Allemaal gereedschap. Wat is dit dan joh? Een of ander... Ja, ik heb geen idee. We gaan het zo meteen een beetje schoonmaken. En dan laten we het zeker nog een keer in beeld komen. Voorlopig volop moersleutels. Kijk eens, schroeven draait die. Zelfs nog iets in de verpakking. Ja man. Echt wel een leuk begin. Dat is een goed begin, weet je. Dat is echt een goed begin dit man. Als er dit al uitkomt, dat betekent dat er ook niet veel gemagneetvist is hier. Dat is echt wel goed man. Kijk dan joh. Het is ook nog nieuw in echt.
soort gereedschapkist is dit geweest. Helemaal aangekoekt. De kist. Dit vind ik zo random wat erin zit. Er zit in één keer een fietsbel in. Maar ik weet wel waarom dat is. Dat is voor jullie, dat jullie het belletje moeten aanzetten. Zodat jullie een melding krijgen van een nieuwe video. Ja, dat is hartstikke fijn. Zo, kijk eens. Ja, twee flesjes. Ik hoop niet dat er voodoo in zit. We gaan ze openmaken. Wat zal erin zitten, kijk eens. Ik hoop echt niet dat er voodoo in zit. Hey, nee, dat is geen voodoo. Kijk dan. Wat zijn dit dan allemaal, joh? Kijk eens, hebben jullie een idee wat dit voor dingetjes zijn? Laat het dan zeker even weten in de reacties. Ja man, er zitten er volop in. Er staat ook een nummer op. 30. Oh, Ford staat erop. Hier zo. Van Ford. Een soort remblokjes. Iets van remschijfjes. Nee. Ik heb eigenlijk geen idee. Ik ben geen automonteur. Ik ben een simpele kabeltrekker. Ja, wat zal er in dat andere flesje zitten? Ja, ik denk hetzelfde. Ook geen voodoo dan. Ja, ze zitten er ook in. Dezelfde dingetjes. Twee flesjes met allemaal... ja, ik heb eigenlijk helemaal geen idee wat het is. Kijk eens, als jullie weten wat dit zijn. Laat het dan zeker even weten in de reacties. Ja, super cool man. It's in a bottle! It's in a bag! And what's in the bag? Oh, ja, helaas. Allemaal fietsloten. Slotverdorie nog en toe. Nou, wat is dit dan? Oh, dat is de knoop van die vuilniszak, ja. Nog een slot. Slotverdorie. Nou, doe een duimpje omhoog en laat ons een beetje meer geluk krijgen. Abba, of moeten we het water opmaarten? Kijk eens, ja, ik heb me even omgekleed, het is echt stervenskoud. We gaan het water ontmaagden. Ja toch, abba. Abba, voor de goede ontmaagden, ja. Maar vuurwerk, hey. Is heel belangrijk dat je vuur goed werkt. Hey. Hey. Oh, die van mij doet het niet, jongens. Ik heb een beetje pech. Nou, oh, daar gaat hij. Nu ben je de lul. Run. Yes, kijk eens, ja, ik heb het al stiekem gezien. Daar komt ie hoor. Super vet. Een boothaak met de steel er nog aan. Ja, dat is echt wel een leuke vondst, man. Super vet. Daarmee kunnen we misschien wel die kluizen mee naar binnen halen, als we die vinden. Ja, laat alvast een comment achter als jullie een kluis willen zien. Misschien dat het geluk brengt. Laten we het hopen. Ja, super vet. Hij is wel modern, want hij is met... ja, kruiskopjes erin gemaakt. Maar toch vet om te vinden. Abba. Niet de staf van Sinterklaas, maar de boothaak van Timothy. Abba, kijk aan. Oh, daar gaat hij. Kom maar, kom maar, kom maar. Zo. Ik heb een vis gevonden met magneetvissen. Ja, hij kent in de titel. Abba. Ja, super vet man. Wow. Ach, we gaan hem snel teruggooien. Oh, dat is wel hoog dit. Van de duikplank. Wow, een Duitse helm met binnenvoering erin. Zo, hey. Ja man, super vet dit, hey. Ja man, met binnenvoering erin, hey. Dat is echt super vet. Never be clever, sorry voor je pet. Maar een Duitse helm moet op. Yes, super vet. Echt super vet. Wow. Ja, die gaan we mooi opknappen.
die komt in mijn vitrine. Kijk, die allemaal kogelgaten. Ja man, die kogelgaten zitten er inderdaad nog in. Kijk, van verschillend kaliber. Dit is wat groter kaliber geweest. Dit zijn waarschijnlijk 9 mm geweest. Zo, die hebben wel mooi in een driehoek geschoten hoor. Hier nog een keer in een driehoek. Ja, die is er geweest, die soldaat. Ja, super vet. Een Duitse helm. It's a bag! Fietsen die hier, hè? Kijk joh. Dat zijn goede sloten. Kosten wel een paar knaken. 3, 4, 5, 6. Beetje stenen. Ja. Een beste mossel. Zal ik Tim die open laten maken? Gaan we even bewaren. Nee, dit is troep. Fietsloten. Niet wat we willen hebben. Hoi, hey, ik heb een mossel voor je. Wat zegt u? Ik heb een mossel voor je. Een mossel? Oh, lekker. Ja, daar hou ik van. Mossel. Een jonge mossel of oude mossel? Hij is wel dicht. Ga hem openmaken jij. Dat meen je niet. Misschien zit er wel een parel in. Nee, hij is echt dicht. Zo hé. Nee man. Ik zeg teruggooien man. Echt? Ja, tuurlijk. Of zeg jij opeten? Ik zou hem met een mesje openmaken. Lekker met dat Amsterdamse water. Ik heb openmaken. Je hoeft niet te proeven. Openmaken? Ja, moet een mesje hebben? Ja, heb je dat? Tuurlijk. Kijk eens even. Nou gaat het gebeuren hoor. Kijk eens. Maar is dat zo moeilijk om open te maken dan ofzo? Nee. Maar dan moeten we hem wel op eten ook, hè? Oh, waar is dat? Boefie. Godverdamme. Hij is leeg, wel jammer. Ja. Als je er echt een vies beest zit, dan. Ja, mossel, hè? Wel een mooie schelp voor in je vitrine, maat. Nee, mooi houden. Oh, fijn. Nog even goed kijken dan? Nog niks in zit? Nee, hier. Heb je een mes? Nee. Helpen. Wat is het? Oud joh, je maar een mintje of zo. Wat zegt u? Je maar een mintje. Een ja, maar haar mintje. Denk ik hoor, een speciaal rapidootje. Een rapido, oeh ja, maar wacht even hoor jongens. Ik ga mijn handschoenen eerst aan doen, anders ga ik mijn handen even aan. We werken veilig of we werken? Niet. Niet. Onveilig. Ja, maar daar. 1, 2, rap! Mooi. 1, 2, rap! Nog een keer schuur op vuur. Bijna vast onder de douche. Kijk eens. Fles water. Kikken man. Cool hè? Ja, super cool. Je ligt er al een tijdje. Ja man. Lekker bezig boys. Goed gedaan Jan. Lekker bezig Jan. Ja, dat is een Yamaha mintje denk ik hoor. Ja. Yamaha mintje. Er zit nog een kenteken op. Oh, dat meen je niet. Meen je dat? Ja, ja dat betekent bellen. Nou. Hij heeft er niks meer aan. Nou, zeg nooit nooit. Ik bedoel van... Een lampje is gewoon een lampje. Ik heb zelf een lampje. Jan, lekker man. Zie wel, maar eerst eens een keer gewoon vissen vangen. Ja man. Nou, gooi hem maar weer even terug. Wat de hel is dat voor een dan? Nou, een goede denk ik. Een
Heb je de reacties gelezen? Ja, ik heb de reactie al eerder gehad hierover. Een gondokje is dit, denk ik. Hallo! Ja, kijk, ja. Die kant moet je op. Ja, doe maar. Doe maar. Je kan het. Zwem, 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 zwem. Ja. Hoppa. 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 Goed voor de natuur. Goed voor de natuur. Wow, ja man. Echt? Ja, hier zit hij er echt in. Daar komt hij. Zo. Gadverdamme! Wat is dat? Man. Kijk hoe goor dan. Maar een parel zit er misschien in, hè? Nee, dat mes joh. Daar schil ik me op om mee, man. Huh? Beetje meer proteïne aan je. Gadverdamme, man. Dat is niet zo aan je. Dat vind ik echt hoor. Nee? Wat zet je ervoor op het spel? Ja, niks. Weg. Kijk eens. Weg met die zo. Bij de hoeveel duimpjes omhoog moet ik deze mossel opeten? Ja, 25. 1000. Gelijk eten. 25 duimpjes omhoog. En dan moet ik het nu doen voor als die video dan online komt. Althans, als ze die 25.000 duimpjes hebben achtergelaten. Hoeveel dan duimpjes? 25.000. Gaat het? Ja, wat dan? 25 kilo, hè? Nou, daar komt ie, jongens. Daar gaat ie. Dit is toch gaaf, of niet? Lekker maat. Trok Jan er nog uit. Het lijkt wel zo'n wapentas, weet je niet? Zo, als je hem zo open doet. Zo'n rits. Maar helaas, het is een stoel, een krantenstoel. Zoals jullie zien, hier zo. Design. Lijken wel krantenartikelen. Oh, kijk hoor, zo'n stoel. Op de camping, ja la 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 la, op de camping. Ja, het is een tank. Kijk, voor mij is dat ook nog wel een aardig merkje, hè? Alles zit erop en eraan, maar zit er ook nog mee. Oh, je gaat dik, ouwe. Je gaat dik. Ja, maar kan je dat ook nog uitklappen of? Ja, er zit nog meer in, toch? Voor mij is het alleen een tang. Ja, maar nee, je gaat dik. Er zit nog meer, hè? Hier ook, kijk. Papa, hier. Wil je ja, even maken? Ja, de laatste keer was dat ook nee, maar dit over mijn huig. Weet je het nog? Dit is geen voodoo. Zullen we hem nou wel goed open krijgen? Ja, ik denk het wel. Laten we het open. Tekst in of zo. Ja man, er staat altijd een soort tekst op, een soort spreuk of ja, kijk, deze gaan we een keer, we gaan hem een keer eindelijk goed openmaken man. Yes. Misschien kijk ik nog even een lijfgooitje doen. Ja, dit dat er gelijk heeft. Misschien pakken we nog wat leuks uit. Ja, kijk eens. Het is ons gelukt. Om hem een keer goed open te maken. Oeh, hij scheelt wel. Eigenlijk zou ik het nou thuis moeten laten drogen, ja. Ik kom mijn huis niet in dit, maar. It's a bad. Nee, pleur op. Huh? Helemaal mijn streef pakken. Nou ja, hele aparte dingen. Oh, er staat wel wat op, man. Chaser Bullet 135. En dan met allemaal krasjes of zo. Kijk eens, hebben jullie een idee waarvoor dit gedaan is en wat dit is? Laat het dan zeker even in de reacties weten, man. It's a bag. En what's in the bag? Dat gaan we zien. Wat een lipo, hè? Is niet goed, joh. Ben ik daar
Het is ook echt alleen een bek. Nee, er zit ijzeren zo in. Nee joh, dat meen je niet. Ja, trek het van je omhoog. Ja, we kennen toch wel ergens achter blijven zitten dus achter een spaakje. Wil ik nog wel zien dan? Hoe jij dat doet? Dat kan jij wel, hè? Toch weer een mes voor mijn huis Joop. Ja. Het was niet veel, maar... Huh? Als er een gun in die bek had gezeten, had je me wel aangeklikt. Ik denk dat het gewoon een lege zak was. Nee, er zat wat in, 100%. Zat er echt wat in, joh? Ja. Oké. Okay. Ja, maar kijk, daar komt hij weer omhoog gedreven. Nou. Er zat niet veel in, denk ik. Er zat echt zo in. Het is eruit gevallen. Ja, het is er nou uit. Zo, kijkers, daar zijn we weer, hoor. Een nieuwe Tim Motis rap out. Met de beat weer mede mogelijk gemaakt door... Lex Noor. Ja, super vet is dit eigenlijk. Want ik ken helemaal niet rappen. Ik heb dit ook binnen 10 minuutjes geschreven. Dit is de tweede keer dat ik het opneem. Ik hoop dat het nou wel goed gaat. Hey, daar ben ik weer helemaal uit de niets, joh. Super video, dat zei Mauricio. Ik ken iemand, zijn dag was te erg. Hij vond drugs in een tas, Jan van den Berg. Je zal het maar missen. Hij is al blij met de fiets, sis vermissen. Yes, mijn maandagavond is weer compleet. Dat is de reactie van Hassan Money Street. Of is het Hassan Money Street? Toffe rap, leuk dat je dat ziet. Daniel van Meer, je gaat lekker op die beat, hè? Je gaat lekker op die beat, hè? Lekker op die beat, hè? De scooter die we vonden was een beetje minder. De rap was dik, zei Pyron 020. Zulke reacties die zijn leuk om te zien. En natuurlijk zit je in de rapscar 010. Deel deze video en dat was alles. Ik zie jullie in de volgende video. Tjallas. Tjallas. Ik zeg tjallas.